los. En dat ik me echt super dom voel momenteel. Maar ook echt heel dom. Fakkels, fakkels. Dan gaan we zo meteen kijken wat het is. Eerst zorgen we voor veiligheid. Als hier... Hey kijkers van DDC, welkom bij een gloednieuwe Community Craft. Vandaag hebben we iets heel cools. Ik heb namelijk iets wat al een tijdje aangekondigd is. Dat het bij de server zou horen. En het is er dan duidelijk. Ik heb de eerste coördinaten van een event. Heb ik. En dat is een mini event. Maar ik ga daar wel even naartoe. Ik besef me trouwens iets. En dat is dat ik die Totem of Undying waarschijnlijk kwijt ga raken. Omdat ik een dikke behol ben. Dus die nemen we mee. We gaan wel onze Elytra pakken. Want het is een stukje vliegen eigenlijk voor mij. Of een stuk lopen. Ik heb de coördinaten doorgekregen. Dit soort events zullen, zeker als ik terug ben, dan wat ik moet een soort van goedkeuren, I guess, hè, zullen vaker gebeuren. Via deze events, als die gevonden worden, is het ook mogelijk dat onder andere de Nether uiteindelijk bijvoorbeeld aangaat. Nou, ik ben daar wel heel hyped over. Als je dat ook bent, nou, gefeliciteerd trouwens de vorige persoon die op de whitelist is gekomen, die JP gedaan heeft. Geen idee wie het is geworden, maar die zien we wel als we terugkomen. Laat dan even een like achter als je hyped bent. En ook zeker als jij een leuk idee hebt voor een event, mag je het achterlaten. Nul garantie dat we er iets mee doen. Maar hey, het is vaker gebeurd dat de speler leuke feedback had. Oké, een event. Wat zou het zijn? Nee, staat alleen CC event. Coördinaten ongeveer 1000 min 250. Sure. We zitten op... Oké, dus die kant op lopen. 700 blokken die kant op. En dan min 250. Dus dat is die kant op. Oké. Daar gaan we dan. Oh, ik kan beter zo doen, denk ik. En blijven kijken. En vliegen. Wel niet te veel vuurwerk aan het vernielen zijn. Want ik weet dat een aantal mensen hier heel hard voor gewerkt hebben. Voor het vuurwerk. Oké, 1000 bij min 250. Oké, dan gaan we voorbij letterlijk goed zo. Moeten we even een korte stop nemen hierbovenop. Want we hebben blijkbaar dus, dat wist ik niet eens, een best wel... Oh, ja. En hij is geland. Dames en heren, de adelaar is geland. Kijk dan eens even. We hebben een hele grote woestijn. Ik zei het nog tegen Colin. Jij gaat echt heel veel zand nodig hebben. Maar look. Het is echt superveel. Cool. We moeten er maar een stukje. 250 blokken en dan een beetje die kant op. Dus let's go. Ik hou van mijn Elytra, man. Ik hoop echt dat die niet te vaak weer komen. Dat ze lekker uniek blijven. Oké, dat is 1000. Hier is 1000. En 1000 bij 250. Moet het wel goed doen. Oké. Ik ben op het event. Waar is het? Ging trouwens sneller dan ik dacht. Hey, misschien dat ik hierachter moet kijken ofzo. Nee. Nee. Oh, misschien is dat het wel het event. Die hangen de bal in de lucht. Ik weet het niet. Nee, dat ziet er redelijk uit als gewoon een hele rare seed. Oké. En dan gaan we nogmaals vliegen. En dan gaan we er even omheen kijken. Oh, misschien is het er wel onder. Oh, er stond een zombie bovenop. Oké, we moeten ietsje beter kijken. Even landen. We gaan even... Sorry dat ik het niet weet, jongens, hoor. Maar ik weet toch zelf ook niet wat het event is. Event, oké. Even koekeloeren, hè. Er zit niks bovenop. Dat is best spijtig. Oeh. Een Enderman. Oké. What else? Was dit het? Oké, wacht. Ik denk niet dat een kan zijn. Misschien dat ik er... Ben ik het dan zo... Het is op die berg, als het goed is. Duizend met... Ongeveer 1000 bij 250. Hier is het niet. Er is ook niks gebeurd. Want zoals je ziet... Hé, een dorpje. Zoals je ziet is het nog steeds daar helemaal schaduw. Dat betekent dat er nooit iets gedaan is. Dus ik ben heel benieuwd wat het event... Moeten we de berg in? Wacht, grotten. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Ja, dat kan. I guess. Zou het eronder zijn? Dat zou echt heel vaag zijn. 1000 bij 250. Nee, dat is dit nog niet. Beetje licht hebben. Auw. Auwie. Ik weet niet waarom ik in één keer ga hakken. Come on. Oh, fuck. Fuck, stop met branden. En ik heb een totem of de undying.
flying heb ik weggedaan. Oh my god, ik ben zo dom. Daar gaat mijn Elytra. Alleen maar omdat ik... Oh, Jesus Christ. Oké, okay, dan moeten we als het donder. En we zijn er nou... Oh nee, we moeten ergens 500 blokken die kant op. En 400 blokken... Oké, okay, dit wordt echt kloten. We moeten over die woestijn heen. En ik weet waar, het, ik, weet waar, het, waar, waar ik dood ging. Ik had direct naar het water moeten gaan. Wat dom. Oh my god, ik ben echt heel dom. Dit gaat jullie hopelijk niet overkomen, hè jongens. Als jullie op Community Craft zitten. Oké, okay, rennen voordat die spullen allemaal gedespawned zijn. Ik weet het, ik zou heel makkelijk erheen kunnen teleporten. Maar dat kunnen gewone spelers ook niet. Ik heb het één keer even gedaan, omdat ik anders de opname opnieuw moest doen met die mansion. Dat ik even tp'de. Maar dan, toen was er tenminste nog iemand die mijn spullen kon oppakken. Dat maakte niet zoveel uit, behalve dat jullie niet 20 minuten moesten wachten voordat ik er weer was. Of langer. Oh, come on. Ik heb geen eten mee. Ik ben echt super dom. En waarom staan daar bomen? Oké, okay, geen tijd voor, geen tijd voor. We moeten door. Oh, hey konijn. Ik zat helemaal vrolijk. Eerst van, oh ja, en hier heeft Colin genoeg zand voor zijn projecten. En super vet. En ik was helemaal afgeleid ook gewoon. Van eigenlijk, ik was gewoon afgeleid van de waarheid. En de waarheid was dat ik op die berg, of in die berg. Ik denk, het zal wel in die berg zijn. Lijkt mij. 1000 bij min 250. Zagen jullie iets op die berg? Ik zag niks op de berg. Dus ik denk dat het wel gewoon binnen moet zijn. Ik hoop echt zo nog dat ik bij Elytra heb. Het zou zo rot zijn. Anders ben ik gewoon mijn eigen cadeau kwijt. Het zou super dom zijn. 1000 bij min 250. Daar. Oké, rennen. En mijn eten is bijna op. Come on, red ik het? Het is zo stom. Waar ben ik doodgevallen? Dit is de verkeerde kant van de berg, of niet? Oh god, ik moet nog naar de andere kant van de berg ook. Wacht. We gaan niet door het water, we gaan sneller. We gaan hier langs. Zo'n klein beetje door het water, maar niet heel veel. Hup. Kom op, David. Kom op. Ik zit mezelf gewoon aan te moedigen. I know. En dan hier aan de andere kant was het volgens mij. Come on. Dit 5 minuten is al lang voorbij volgens mij. Was het hier? Nee, hier was het niet. Het was bij meer gras. Oké, daar kun je ook blijkbaar... Je kan overal die stomme rotberg in dus. Hier was het sowieso. Weet je, liggen mijn spulletjes er nog? Ze liggen er nog! En mijn Elytra? Hell yeah, boy! Oké, eten. Spullen aantrekken. Ah, oké. Dat was oprecht niet expres. We gaan dit nog een keer proberen. Met mijn Elytra aan trouwens. Dat lijkt me een goed idee. Waar is mijn boots? Daar. Vuurwerk doen we hier. Pickaxe doen we daar. Sure. Nou hebben we tenminste stenen. Gaan we gewoon een bruggetje maken om over dat lava te gaan. Om uiteindelijk uit te komen bij dat 1000. Bij, wat was het? Zo. Oké, maar zo gaan we de verkeerde... Nee, zo gaan we goed. Oké, dan moeten we naar rechts. Oh, het loopt dood. Ja, joh. Er is no way dat ze... Oké, maar er is... Er is meer grot, right? Ja, hier, we kunnen nog dieper. We moeten eigenlijk een soort van een beetje deze kant. Dat loopt dood. Oké, we gaan gewoon lager. Kom op. Ben ik nou zo moeilijk aan het doen of zo? Heb ik al lang een bordje gemist? Wat is dit? Fakkel. En hier loopt het kapot dood. Oké, mijn OCD zegt dat iron niet in de muur mag zitten. Dus dit moeten we even hakken, sorry. We zitten weer letterlijk terug in 2013. Alle resources... Oeh, moet ik daar omhoog? Ik denk dat ik er omhoog moet. Oké, wat nou als het letterlijk gewoon niet eens hier beneden zit? Dan ben ik hier een complete puzzel voor mezelf aan het uitstippelen. Oh, misschien is het wel daar. En dan is het gewoon letterlijk geen van de twee. Ik hoop dat het hier is. En... Up. Hallo, wereld. Het gaat hier wel... 260. En dan moeten we... Wat kan het op? 1000 bij... En dan daarheen. Nee, ik zie hier niks, man. En dit loopt ook dood. Soort van. Oh, we kunnen naar boven. Mijn god, hoeveel gaan ze mij laten klimmen en doen, man, hiervoor? Zeg, ben ik al boven? Toch? Dat is gewoon niet veel. Oké, we gaan gewoon naar boven. Maakt me niks uit. En... Klimmen. Oh my god, het is gewoon niet hier, hè? We zijn gewoon boven op de berg. En dit is de uitgang. Are you shitting me?
Dit is waar ik uitkwam! Oké, okay. Ga me niet vertellen dat het andersom was, dat het min 250 bij 1000 was. Vuurwerk. We gaan weer even terug naar boven. Oh, dat is ietsje te veel. Het zit hier wel! Zagen jullie dit? Oké. Okay. En nou niet zeggen, omdat je dan slim lijkt, van ik zag het, David. Zagen jullie dat hier een kuil was die er anders uitzag? Oh my god, en ik stond hier of zo, of niet? Oké, het wordt donker. Dat betekent dat we eventjes dit gaan verlichten. Met hele mooie fakkels. En dat ik me echt super dom voel momenteel. Maar ook echt heel dom. Fakkels, fakkels. En dan gaan we zo meteen kijken wat het is. Eerst zorgen we voor veiligheid. En als hier iets op spant, een creeper of zo, en daar blaast me eraf, dan... Oh nee, dan ben ik helemaal niet dood vanwege... Nee, maakt niet uit. Het ziet er ook gewoon leuker uit als het een beetje verlicht is, right? Alsof er een soort van werkzaamheden zijn. Het is wel weer diep. Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier vindt de eventmanager het leuk om mensen de dood in te jagen. Oké, we hebben een diamondblok. Dat is heel erg leuk. En... Oh, wacht eens even. Deze dingen... Dat ging wel heel snel. Wow. Deze dingen die zijn zeldzaam. En deze volgens mij ook. Want de nether staat uit. Letterlijk de nether staat uit. Kan ik hier... Oké, dat wil. Goed. Oh, dat gaat snel. Even weer omhoog. Ik wil het eigenlijk niet looten. Ik wil het aan de spelers overlaten. Ik ga een paar blokjes meenemen. Immune Carrot is nu nog online. Het is 11 uur 's avonds. Oh, vanaf hier kunnen we trouwens warp spawn doen. Dat gaat alle spelers straks ook kunnen. Die kunnen een of andere... Wat gebeurde er? Ik leg het uit. Waar ben je? Ik ben heel benieuwd. Want dan ga ik het even aan hem laten zien. En dan mag hij het allemaal looten. Wat dacht je daarvan? Dit zijn de eerste netherblokken in de game, volgens mij. De eerste kwarts. Ja, sowieso. Vet. Met een soort van meteoriet. Ja, dat diamond, dat boeit er niet zo. Daar is genoeg van. Oh. Waar ben je? Maar waar? Hij zegt dat hij bij spawn is. Spawn. Spant. Welke? Je eigen of de... Stijger? Ik snap er niks van. Waar is die vent? Dan gaan we wel even kijken. Ik denk dat hij gewoon bezig is bij zijn eigen toko. En dat hij zegt bij de spawn. Maar dat klopt voor geen meter. Oké, eigen. Oké. Ja. Ik kom eraan. Dit is vet trouwens. Ze zijn dus al bezig met een soort van brug. En een paadje, een weggetje. Oh god, daar hebben we geen zin in. Nee. Ze heeft een sproetje meegenomen. Super. Weg met al die creepers. En waar is hij? Is dat hem? Nee. Ik zie je niet. Ik sta in het gebouw met die... Oké. Ik sta in het gebouw met... wat nu gemaakt wordt met schematica. Hij zit erachter. Dit wordt echt spannend, dit. Hallo, kan ik niet gewoon even vliegen? Dank u. Waar? Oh, waar is Immune Carrot? Zien jullie hem? Komt hij nou naar mij toe of moet ik naar hem toe komen? Ik snap er helemaal niks meer van. Ja, daar is hij. Oké, top. Oké. Cool. Ik ga hem dit vertellen. Check dit. Eerste event gevonden. Was vals spelen, want ik zag de dinmap. Komt ie. Hup. Als je het wilt checken, eventueel met anderen. 1000 bij min 250. Heb alles laten zitten, zowat. Bam! Eerste event is gewoon een feit. En ik denk dat Goodluck, ik ga er weer lekker vandoor. Ik weet zeker dat hij dit namelijk ook wel kan. We gaan vliegen naar huis. Auw. Waar is mijn huis? Oh, daar.
Ik wou zeggen, ik hou van mijn Elytra tot ik met mijn bek vol tegen een boom afloog. Dat is ietsje minder fijn. Maar we zijn weer thuis. En dat houdt in dat we alles weer even kunnen opbergen. Ik ben gelukkig mijn Elytra niet kwijt. Haruneke, die schrikt van jou. Oh. We gaan vuurwerk even terugleggen. We gaan zeker weten bij Elytra even terugleggen. Die ook al beschadigd is. Shit. Hoe repareer je die dingen met de andere Elytra? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat de eerstvolgende video van CommunityCraft. Dat is als ik terug ben van vakantie. Dan wil ik graag het jullie achterlaten. Ja of nee, stream David. Nee, moet ik streamen? Daar komt in feite op neer. Als je dat wil... Dan laat je het even direct achter en laat je ook even een like. Ik denk als wij de 1500 likes halen, dan wil ik best wel een streampje doen als ik terug ben. Dan ben ik helemaal revitalized, heb ik energie, je weet hoe het zit. Tot nu toe in ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet de like niet even, abonneer op deze als je dat bent. Laat dan ook eventjes een draai geven aan het notificatiebelletje wat naast de abonneerknop zit. Want dan blijf je makkelijk op de hoogte van nieuwe uploads. Ik heb een hekel aan het zinnetje. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Later!